Bon, de opdracht is duidelijk. Wat is de Kulak en waarom hangt er zo'n zweem van geheimdoenerij rond? Plus, bestaat de Kulak überhaupt wel? Google, my friend, tell me more. Kulak betekent oor in het Turks. De bibliotheek dan maar. Te veel boeken, te weinig goesting. Maar goed, focus. Wacht eens, dit zou iets kunnen zijn. Een brochure uit 1970 die jongeren naar de Kulak in Kortrijk moest lokken. Helaas, betrouwbaarheid zero. Want dit is natuurlijk platte promo gefabriceerd door henzelf. Anderzijds, die brochure viert het 5-jarig bestaan, dus is de Kulak gesticht in 1965. Waar zijn de kranten uit dat jaar? Ah, het wordt beter. Een artikel uit 65 over de oprichting van de Kulak. Dit stinkt. Meer zelfs dan ik vermoedde. Die Kulak lijkt een soort trainingscentrum voor jongeren en alleen de knapste koppen worden erop geleid. Maar waarom eigenlijk? En wat doen ze daar dan precies? Dit onderzoek is nog niet afgerond. Ik heb meer bronnen nodig. Wat houden de archieven verborgen? Kijk, een tekst uit 1965 met een wetsontwerp over de universitaire expansie. En hier, het dagboek van Robert Haube, een belangrijk politicus in die tijd. Zelfs op het ministerie voor wetenschapsbeleid hadden de Kulakkers hun pionnetjes. Vuile handen bij de oprichting? Check. En het wordt nog ranziger. Het Kulakske, een studentenvot van de Kortrijkse kliek. Hallo, zwarte ziel van de Kulakker. Maar goed, wat heb ik aan woorden op papier? Niks. Ik moet iemand uit het milieu spreken. Staalharde bewijzen, dat heb ik nodig. Ik heb hem. De mol. Mijn overtuigingskracht en bakken vol smeergeld hebben hem over de streep getrokken. Wat een onthullingen. Ongelooflijk. Ik heb zelfs top-secret plannen van de infrastructuur en ronduit schokkende beelden van het Spartaanse Kulakleven. En ook dit kan tellen als bewijsmateriaal. Het trainingsuniform van de Kulakkers en een handvol attributen van hun opleiding. Voilà, dit zijn ze. De puzzelstukken. Nu nog alles op een rijtje zetten en uitschrijven. Wat een complot. Dat wordt op zijn zachtst gezegd een schokkend rapport. Kulak is gesticht in 1965 als een klerikaal complot van de bisschoppen met de christendemocratische politici. De Kulakkers hebben een site van 40 hectare op een strategische hoogte in Kortrijk. Al 50 jaar leiden ze jonge, fanatieke West-Vlamingen op tot historici, juristen, economen, dokters en exacte wetenschappers. Momenteel zijn er 1500 fanatici in opleiding. Na 2 of 3 jaar intensieve training worden de beste naar Leuven gestuurd om daar te infiltreren en er een nieuwe West-Vlaamse kolonie te stichten. Gent is al reddeloos verloren, want volledig onder West-Vlaamse controle. Nu gaat ook Leuven voor de bijl. Mijn rapport doet ons land daveren. Het imperialistische complot uit Kortrijk open en bloot op straat. Niemand, echt niemand, die vermoedde dat de West-Vlaamse plannen zo ver gingen. Mensen worden gewaarschuwd, er worden tentoonstellingen georganiseerd en ook het aantal publicaties is niet meer bij te houden. En wees gerust, achter de schermen lobbyen diplomaten voor een definitief einde van de West-Vlaamse dreiging. Maar wat mij betreft, zaak gesloten. Tijd voor iets anders.